Voor mantelzorgers zoals Ben is het een uitdaging om de zorg voor zijn vrouw te combineren met werk, tijd voor zichzelf, vrienden en familie. Ben is niet de enige mantelzorger met dit probleem. Hoe blijf je in balans? Wat moet je dragen en wat kun je dragen? Dit moet in evenwicht zijn. Verschillende dingen zijn hierop van invloed. Jouw draagkracht wordt bepaald door wat je mentaal, fysiek en emotioneel aankunt en als positief ervaart. Jouw draaglast wordt weer bepaald door hoe zwaar je de zorg ervaart. Merk je dat het je allemaal even te veel wordt en je uit balans dreigt te raken? Kom in actie. Praat er met anderen over of schakel een professional in, zoals een psycholoog of maatschappelijk werker. Of deel je zorg met een ander. Denk daarnaast ook goed aan jezelf, door gezond te eten en te drinken, regelmatig te ontspannen en bijvoorbeeld je kennis over de ziekte te vergroten. Door de druk op jezelf te verminderen en tegelijkertijd sterker te worden, blijf jij in balans. Zo kun jij er ook voor de ander zijn. Hou het niet voor jezelf, praat erover. Bel met de mantelzorglijn of kijk op mantelzorg.nl voor meer tips en praktische informatie. Mantelzorg.nl is er voor jou.